Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 12 maart. En je ziet dubbel. Want dit is de spectaculaire Spider-Man 87. Oftewel Peter Parker, de spectaculaire Spider-Man 87. En dit is de Italiaanse versie daarvan. Van dezelfde comic. Ik dacht, laten we eens naar de Italiaanse versie kijken. Deze heb ik overigens van Kikker Comics gekregen. Dankjewel daarvoor. Toen we op de Comic-Con waren van Koen een tijdje geleden. En ik had er nog geen tijd voor gehad om deze comic te gaan videoen. Maar dat gaan we vandaag dus eventjes doen. Want hoe ziet een Italiaanse comic eruit? Dit is natuurlijk een comic uit de jaren 90, denk ik ook. Net goed als dat die Engelstalige comic en Nederlandstalige comic uit de jaren 90 zijn geproduceerd. En het grappige is, deze Spider-Man comic, ja, is uitgekomen in 93, zie je. Bevat twee deeltjes Spectacular Spider-Man en dan één deeltje Web van Spider-Man. Dat is heel grappig. Het is mooi uitgegeven. Dik papier. En het is ook nog helemaal in een goede staat, zoals je ziet. Goed, ja, het papier is nog wit. Dus ik weet niet, het is goed opgeslagen kennelijk. En er zit dus een Web van Spider-Man deeltje ook in. En ze hebben ook de Amerikaanse covers, nemen ze over in hun uitgave. Dat vind ik grappig. Ik weet natuurlijk niet of het nog steeds zo is. Dit is een comic, zoals ik al zei, uit 1993. Misschien is het inmiddels anders. Ik kan er geen woord van lezen. Ze hebben het hier wel over een Spider-Man movie, maar voor de rest is het allemaal Italiaans. Dus helaas, helaas. Ik weet niet of Kikker eigenlijk Italiaans leest. Dat zou zomaar eens kunnen. En hier wordt Mary Jane Watson gechanteerd door Nick Katzenberg. Dat is een beetje het laagste van het laagste op fotografiegebied. Een beetje de Zuckerberg van de journalistiek, zeg maar. Want ja, wordt Peter Parker hier nu ontmaskerd door Sleazy Katzenberg? Dat zou zomaar eens kunnen. Maar Mary Jane wil er niet veel van horen, want hij stelt hier ook voor om dit boven eventjes te gaan bespreken. Met andere woorden, misschien chantage en betaling in natura. Maar daar wil Mary Jane niks van weten. Huppakee, knallen met die hap. Een mooie Sal Buscema tekening. En zelfs, al kunnen we geen Italiaans lezen. Nou, dit is duidelijke taal, zou ik zeggen. Het gaat over Hobgoblin en Carrion. Nou ja, goed. Deze verhalen ken je misschien wel. Maar ik vind het heel grappig hoe ze dus de covers overnemen van de Amerikanen. En dat deden, Junior Press deed het op een gegeven moment ook wel. Ook eventjes de Nederlandse cover er ook bij. Junior Press deed het op een gegeven moment ook wel met de dikkere Spider-Man nummers. Het is erg grappig om dit een keer te zien. Om een keer getuige te zijn van een buitenlandse comic. Geen reclame tussendoor, dat valt ook op. En Lumo Ragno heet Spider-Man in het Italiaans. Weet je dat ook weer? En hier hebben we reclame voor Spider-Man 2099. Getekend door Rick Leonardi. Erg gaaf, ziet het eruit ook. Ik heb deze serie nooit gelezen. Ik ken het personage wel. Want hij duikt ook in de reeks van Nick Spencer, duikt hij weer op. Nou, we hebben nog reclame voor een deeltje van Amazing Spider-Man staat hier dan in. Want dit is door Eric Larson getekend. Optreden van Venom. En dit zijn denk ik alle aankomende comics. Iets met de Hobgoblin. Erg leuk om te zien. En zoals ik al zei, het is goed dik papier is het. Een referendum. Oftewel een enquête. Ik ben heel benieuwd. Een van jullie misschien Italiaans kan lezen. Wat hier allemaal gevraagd wordt. Dit zijn de brieven. Ze hebben ook een brievenpagina. Ik vind het heel leuk hoor. Om te zien hoe dat dan in het buitenland zo wordt. En hebben we hier nog het laatste deeltje van de laatste pagina van de Web of Spider-Man. Zo ziet dat er dus uit. Een Marvel comic in het Italiaans.
uit de jaren 90. Hoe grappig is dat? Oh ja, hoe wordt het nou opgelost? De chantage van Katzenberg, dat kan ik jullie wel even laten zien. Want dat heb ik natuurlijk eventjes opgezocht, ook in de Nederlandse editie. Want die kan ik wel lezen. Peter die had dus foto's gemaakt voor een reclamecampagne voor de Bugle. En heeft daarom Spider-Man pak aangetrokken en eigenlijk de foto's in scène gezet. En hij bezweert de hoofdredacteuren Robbie Robertson en Jameson dat hij dat nooit meer zal doen. Dat hij nooit, in ieder geval, foto's die hij maakt voor de nieuwsfoto's zal gaan vervalsen. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar Robbie Robertson is zo principieel. Ik zweer je, in al die jaren dat ik voor jou en Jonah werkte, toen de Bugle nog van Jonah was, was niet één foto nep. Geloof me. En Jameson gelooft het en hij zegt, iedereen kan wel een foutje maken, maar Robbie Robertson, ja, die is zo principieel, die ontslaat Peter op staande voet. En daardoor heeft Katzenberg toch een beetje gewonnen hier al. Tot woede van Peter. Uiteindelijk wordt het natuurlijk wel weer opgelost. Maar ja, 1-0 voor Nicky Katzenberg. Ik dacht, laat je dit toch nog eventjes zien. Voor het geval dat je denkt van hoe is dit nou afgelopen. Nou, dat kun je lezen in de Nederlandse web van Spider-Man nummer 49. Of dus in het Italiaans. Mocht je dat kunnen lezen. Erg leuk van Kikker dat hij deze voor me mee had. Hij had voor iedereen had hij een buitenlandse comic mee, als ik me goed herinner. En, ik heb ook nog wel een Griekse comic van Spider-Man, maar daar gaan we wel een andere keer naar kijken. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Like, subscribe. En koop mijn vriend Spider-Man Superhelden Geeks en Fancultuur. Mijn boek over fan zijn en fan zijn van Spider-Man. En op naar een volgende vlog, zou ik zeggen.